Naast de stuurgroep maatschappelijke discussie energiebeleid begint nu ook een werkgroep maatschappelijke discussie met organiseren van informatieavonden in het land. In beide gevallen staat het energiebeleid in de toekomst centraal. Een nogal verwarrende situatie vindt men bij de werkgroep energiediscussie. Twee projecten die gelijktijdig ongeveer hetzelfde doel nastreven. De werkgroep vertegenwoordigt ruim 50 instellingen, van politieke partijen tot kerken. Politiek gezien over het algemeen links van het midden. De werkgroep noemde vanmiddag tijdens een persconferentie het tussenrapport van de stuurgroep van meester De Brouw niet objectief. Zo bevat het kernenergiehoofdstuk volgens de werkgroep misleidende en onjuiste informatie. De informatie die de werkgroep juist acht wordt met behulp van 800 voorlichters en deskundigen, verspreid over het hele land, uitgedragen, onder andere met behulp van exposities. Nou, laat ik beginnen te zeggen dat de discussie van de werkgroep energiediscussie niet de discussie is van de stuurgroep maatschappelijke discussie energiebeleid onder voorzitterschap van meneer De Brouw. Opvallend is nu dat door allerlei omstandigheden de werkgroep een subsidie van 2,2 miljoen heeft gekregen van de stuurgroep. Al met al is het niet erg verhelderend, hè, wat er nu gebeurt. Nee, daar ben ik het geheel mee eens. Maar nogmaals, daar kunnen wij op zich niet zoveel aan doen. In beide gevallen wordt er dus gediscussieerd over het toekomstige energiebeleid. Dat zijn de overeenkomsten, maar is er wel een verschil? Nou, verschillen, dat zijn er vele. Eén verschil is dat de stuurgroep van De Brouw klaar is. En dat is eind dit jaar. En dan komen ze met een eindrapport. De werkgroep energiediscussie, die discussie is permanent, die gaat door.